Dames en heren, we staan hier op het gedenkplein. Waar we ieder jaar op 4 mei mensen herdenken die niet meer onder ons zijn en die in de oorlog gesneuveld zijn of op welk gebied ook. Vandaar dus het hele monument hier. Daar links, dat gaat over de Franse parachutisten, de namen zijn bekend, die staan daarop. Rechts, dat zijn, is het verzet, wordt daar herdacht. Mensen die in het verzet gingen en hun leven lieten. In het midden de gebogen vlam. De gebogen vlag, moet ik zeggen. De vlag die dus symbool is van de herwonnen vrijheid. Maar wat heel veel mensen levens heeft gekost. De ervonden vrijheid, dat wil zeggen dus dat je van alles kan. Alleen toen, in die hongerwinter, was het zo beroerd voor die mensen. Ze zagen geen uitweg meer. Dus de kinderen die moesten wat anders. En daarom hebben we dus deze gedenkplaat, die straks onthuld wordt, hier geplaatst. Vlak bij dit monument. En de vlam van de vrijheid. In mei en december brandt de hele maand die vrijheidsvlam. Daar zijn we heel trots op dat het mag. En dat zal gebeuren ieder jaar weer, doen we dat. Maar dat hebben we gezegd van, de plaat moet hier op deze plek staan. Dan is het herdenkingsplein is compleet. Nu wil ik graag Ben Boers, een van de bleekneutjes, samen met Jan Schipper, graag bij me hebben. Gaat dat zo, Ben? Tuurlijk. Hij heeft dus meer gedaan dan ik. Nee, oké. En hij nu elke tippie pakt. Ja? Ik zal een Ben erin maken. Gaat Ben? Ja hoor. En dan leg je hem, en dan leg je hem zo over de haag. Ja. Dames en heren, applaus. Ja. Ja, en we moeten samen met de volgende nog. Ja, maar eerst naar de weg.